Nu even een moment van bezinning. We staan hier bij de brandgrens van de stad. Voor de aftrap tegen Almere doen we 1 minuut stilte. Ter nagedachtenis van het bombardement 75 jaar geleden op Nijmegen. Onze mooie stad in puin. Laten we daarbij stilstaan en dit niet vergeten. Verschrikkelijk was dat. Bij aflevering 26 van Hennesje. Terugblik, wat een begin. Ik schrok me kapot. Binnen 22 seconden stonden we met 1-0 achter de Paco van Moorsel. Volgens mij waren ze in de winterslaapbond. Ook nog een oud speler van ons. En ik had ze nog gewaarschuwd vorige week. Kijk uit voor die van de fannen en de veldmaten, want die maakten er samen 3. Jack had de achterhoede nog gewaarschuwd voor van Moorsel. Maar ja, blijf bij hem, want hij is zo weg. En ook als je even moet scherten, blijf bij hem, hè. Maar nee, ze stonden weer te slapen. En niet de eerste keer dit seizoen. Hij scoorde toch. Het liek wel of sommige spelers een rugzakje dragen. Nou, ik heb er hier een voor het hele elftal zijn grote. Favoriete spelers. Jozef Vida speelde weer een goede partij voor zijn doen. Ik was blij dat Van den Berg zijn eigen kwaad had gemaakt in de rust. Die solo van hem en dan ook nog scoren. Alle frustratie kwam eruit en dat zag je. Hij was zo link als een looie deur. En zo zie ik hem het liefst, maar dan wel zonder kaarten. En die Druif, die scoorde 2 penalties, maar die tellen ook. Hij had er toch weer 7 naar weer in liggen. Ik vond het wel mooi dat die Mike, dan zie je me, of hoe heet die vent ook weer eens, maar wel scoorde. Tegenstander Almere zitten met Jori Loen. Die kennen we wel. En Joshua Smit, die hoogwaarschijnlijk nog geblesseerd is aan zijn knie. Daar heb ik nog een heel mooi shirtje van te goed. Die had die min toen beloofd. Zo leden mensen kennen. De Gier tegen zijn oude club. Ze waren toen wel kwaad op hem dat hij braken wegpikte. Ik heb geruchten gehoord dat ze hem terug willen. Maar dat is een geintje. Alhoewel, laten we hopen dat we er een mooie pot van maken. Ik zeg toch dat we met 3-0 gaan winnen. En liever nog maar 4-0. Zo, het zit er weer op. Dat is wat gauw verdiend voor me vandaag. Dan kan ik de grote Mercedes weer in.